FC Dordrecht heeft zijn eerste punt gepakt van de competitie. Dat deed het diep in de slotfase bij Jong AZ. Fabian de Abreu scoorde in de laatste seconde nadat Richard Salacek Jong AZ in de 78ste minuut op voorsprong had gezet. It's always important, one point is one point and that's okay for us. Ja, Claudio, vandaag Jong AZ, het eerste punt, een gewonnen punt of zeg je van we hebben wat laten liggen? Nou, ik denk zeker dat we iets hebben laten liggen. Ik kan me voorstellen dat de neutrale kijker een beetje het gevoel heeft dat een afwachtende Dordrecht. Maar goed, ik denk dat het beeld van de wedstrijd wel is dat AZ meer de bal heeft. Maar uiteindelijk zijn de beste kansen wel voor ons. En ja, dan halen wij wel te weinig met een 1-1. Ja, voelt was gewoon een punt. Zeker omdat je de eerste paar wedstrijden hebt verloren, ben je toch blij met deze ene punt. Door die goal in de laatste minuut zijn de Schapenkoppen na 4 wedstrijden van de 0 punten af in de keukenkampioendivisie. Jazeker, we zijn heel blij met deze punt. Het is beter dan niks, dus ik hoop dat er meer punten aankomen voor ons. We moeten ervoor zorgen dat we de punten binnen gaan halen. Nou, vandaag is het de 1. En laten we hopen dat het een begin is om nu door te kunnen pakken. Maar ik ga niet nu kijken naar showvoetbal en de mooiste woorden die je maar kan hebben. Ik bedoel, wij hebben 3 wedstrijden, 0 punten en we hebben 12 goals tegen. En dan is het denk ik duidelijk dat je daar je aandacht aan besteedt. Zaterdag heeft FC Dordrecht een nieuwe kans om punten te pakken. Dan spelen ze thuis tegen MVV.